dit is Leo. En dit is Beer. Van Tim en Charlotte. Het huis van handwerken. Bijna vergeten. Nou. Handwerken. Steek je hand eens op. Handwerken. Ja, ik heb net even thee gezet en... Ja. En daar heb ik mij heel erg gebrand. En, Ja, nou, dus nou, er zit een verbandje omheen. Ja, Nini had gelukkig All You Need For Anything zalf. Dr. Vogel. Dr. Vogel en Ginevors. Ja. Zalf en ook het al helpt. Goed voor. Ja, want ik heb hier een nare brandwond, maar ik kan er nu in ieder geval... Ik liep de hele tijd met mijn hand in een bakje water. Ja. Nou, op het vervolg van vorige week. Ja, en de opdracht van deze week voor in de club was... maak een sloop. En dat is nou heel erg leuk. Je mag dus doen met dat sloop wat je wil. Van wat voor stofje je ook hebt. Dat maakt allemaal niks uit. En wij hebben nog de beer. En dan laten we even zien hoe simpel het is om een sloop te maken. Mijn kussen is een klein kussentje van IKEA. 45 bij 60. Een normaal kussen is 60 bij 70. Waar je hoofd op kan doen. En dit kussen is 50 bij 50. Want die heeft een... een vierkant kussen. Een vierkant iets waar ik een kussen van ga maken. Ja, ja. En dat is handig als je ook een vierkant kussen in stapt. Ja. Nou, wat we dan maken is een sloop. Zo'n sloop als je op je bed hebt liggen. Dus als je net als ik een tweepersoonsbed hebt met vier kussens erop, kom je altijd twee slopen tekort. En je moet natuurlijk ook nog een sloop onder je sloop. Zouden alle mensen dat wel hebben? Want dat valt me wel eens op. Een binnensloop. Ja, een ondersloop, een binnensloop. Van oude lakens. Ja. Zodat het... als je al heel loopt te zweten of zo, dat niet meteen je kussen in de was. Maar heb ik dat eigenlijk ook niet meer. Maar ik stop tegenwoordig die hele kussens gewoon in de wasmachine. Oh. Na een poosje denk ik, oh. Misschien komt dat omdat je vroeger kapok kussens had. En kapok, dat was katoen, maar er zat een soort luchtbelletje zat eraan. En als je dat dus veel waste of dat veel gebruikte, dan werd het steeds dunner en dunner en dunner. Blas was niks meer. Maar volgens mij hebben we geen kapok kussens meer. Nou, die hebben we wel, maar daar kun je helemaal niet fijn je hoofd op leggen. Want dat is een soort dat is veel te dicht en te vast en dat veert niet mee. Ja, maar oorspronkelijk niet, want het waren gewoon van die wattenpluizen. Nee, kapok is maar volgens mij zo heel, heel... Nee, oh ja, jij bedoelt van die poetslappen kapok. Nee, gewoon van die hele harde kussens. Oh. En tegenwoordig, de rijke mensen hadden kussens met veren. Ja, dus die veren dan mee. En tegenwoordig hebben we allemaal synthetische kussens. En die kun je in zijn geheel in de wasmachine doen. Dat is waar. Maar ik heb toch een ondersloop. Ik leg ze wel vaak buiten even op. Maar ik doe ze niet heel vaak in de wasmachine. Oh ja, nee. Ik ook maar. Maar je kunt ze dus. Zo. Het is mijn eigen kussen. Ja, is ook zo. Ja. Maar soms heb je een man, die kunnen zo zweten. En dan hebben ze gel in hun haar. En dan moet je eens kijken hoe die slopen er dan uitzien. Wanneer was de laatste keer dat jij dat hebt meegemaakt? Ja? Nou... 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, jaar terug? 13, nee, 12. Dat is minder dan 10 jaar terug. Ik denk een jaar of 7, 8 terug. Oh ja. Ja. En jij dan? Vorig jaar nog. Oh. Vorig kalenderjaar. Ja. Lag er nog een vieze sloop naast je op het bed? Nee, niet een vieze sloop. Oh. Nee. Had hij geen gel in zijn haar? Ik zie het maar gedoe, maar ik zie dat er zitten allemaal vogels op het afdak. Ik denk steeds dat er een kat op springt. Nou, dus een sloop maken we. Ja. Nou, en dat is super simpel. Dus jij als je maakt denkt, een sloop als je en denkt, ik maak een kussenhoes. Even een ondersloop. Dan kan je gewoon van een oud laken of zo. En dan gebruik je een stuk wat nog wel redelijk goed is. Aan de zijkant meestal. En dan kan je daar zo even een sloop maken. Nou, wat heb je nodig?
Je moet dus de lengte van je moet de breedte van je kussen. En dat, mijn kussen is 45 centimeter. Doe je er 5 centimeter bij. 2,5 centimeter aan elke kant. Dus dit lakje stof is 50 centimeter breed. Dan doe je de lengte. Dat was 60. Plus de lengte van de andere kant. Dat is nog een keer 60. Dat is 1,20. En dan minimaal 20 centimeter voor de instopstrook. Dus dat is 1,40. Plus naden. En nou is deze lap is 1,50 breed. Ik doe niet de moeite om daar dan een stukje af te knippen. Ik laat het gewoon zo. Hoe beter een diepe inslag dan een ondiepe. Hoe dieper je instopstrook, hoe beter. Ja. Dus nou hebben we dat al een beetje uitgevogeld. Want er staat al een beer op. Maar het eerste wat we doen is aan beide korte zijden even een zoompje maken. Gewoon even omslaan en nog een keer omslaan. En dat slaan we even onder de naaimachine door. Oh, dank je. Mijn spelden is wel... Oh, er zit een heleboel in dat doosje. Ja, dat is een spelden. Nee, daar zit de draad doorsteken. Vingerhoeden. hele kleine zaadjes. Waarvan, als je goed kijkt, staat er een olifantje bovenop. Ja. Het zijn een soort zaadjes die dan een wit stukje hebben. En dan heeft iemand in India, want ik heb dit al heel erg lang, die heeft daar een klein olifantje in uitgesneden. Nou. Is het niet leuk? Het is wat een monnikenwerk hoor. En hier is een dingetje. Dat hoort eigenlijk in een... In een puntje van een overhemd. Zo. Oh ja. Zo. Zit dat er nog in tegenwoordig? Nou, dat weet ik niet. Dit heb ik in de wasmachine gevonden. Dus uit welk overhemd dit komt. Dat je dat ook hebt kunnen. Hoe heet dat? Identificeren als zo'n dingetje wat in een overhemd zit. Ja, dat komt denk ik omdat ik de overhemden strijk. En toen ontdekte ik dat er eentje was waar die je dat miste. En toen heb je niet gedacht... Ik steek hem er weer dat in. Dat frummel ik er weer even in. Nee. Want er moet ergens een gat gezeten hebben. Ja. Oh, maar toen had je hem nog niet gevonden. Dan wist je alleen maar dat hij miste. Zoiets, denk ik. Nou, dus dat zit erin. En er zit nog een stukje metaaldraad in van toen ik nog mondkapjes maakte. Ga jij nog een keer vaccineren voor de vijfde keer? Ja, was ik wel van plan. Ja, ik ook. Ik ben niet eens voor de vierde keer geweest, want toen had ik namelijk corona. Oh ja, ik heb 4 prikken gehad en ik ga ook voor de vijfde. Dus het zoompje vouw je naar binnen. Hè? De beer zit nu aan deze kant, is de goede kant, dus je vouwt het. Nou, zal ik even snel dit stikken. Ik heb het nu gespeld. Dat doe ik normaal nooit. Ik zet de strijkbout er altijd even op. Maar je snapt. Ik blijf even uit de buurt van hete voorwerpen. Heere jee. Wat nu? Mijn naaimachine staat nog op knoopsgat. Oh, ja, dat had je toch ook kunnen zien? Ja, dat zie ik nu. Maar gelukkig ziet de kijker dat niet. Nou, wij zijn van thee voorzien. Eigenlijk moet je dit eens even strijken nu. Doe ik even niet. En dan meet je dit af op 60 centimeter. Ja. Dat is dus de lengte van het kussen. 60 centimeter. Zo handig. De breedte van het kussen. Want het kussen ligt zo, tuurlijk, op het bed. Ja, maar het is wel de lengte van het lapje. Hoogbegaafd. Maar het is heel handig dat ik hier een streepje heb, want ik kan hem nu dus precies mooi. Een streepje van dat het een geblokt stofje is bedoeld, zo? Ja, een geblokt stofje. We zijn allebei een beetje in de... Er is iets met ons denkvermogen. Ja, hoe noemde je dat ook alweer? Verminderd toerekening. Bewustzijnsvernauwing. Ja, we hebben last van bewustzijnsvernauwing. Wij krijgen ook last van sombere voorgevoelens over de gasrekening. En hoe moet het allemaal? En moeten we gaan koopjes jagen? En waar je allemaal een bewustzijnsvernauwing van krijgt. Nou, ik heb nu dus de beer. De goede kant, zo. Ik
Kijk, en ik doe dan zelfs nog deze zo, maar dat hoeft niet. Nee, ik heb al een zoompje erin gemaakt. Ja, dat vind ik dan een beetje een klein zoompje. Heb je het nu met beige? Ja, het staat op mijn machine en dat is precies de kleur van die beer. Ja, van die beer. Maar... Ja, kijk, ik heb thuis echt honderden rolletjes naaigaren in gekleurde blikken. Dus voor de groene rolletjes een groen blik, blauw blik, twee rode blikken, twee gele blikken. Blikken met zwart, wit en grijs. Dus ik vind dat het altijd... Een goede kleur. Altijd het garen in de goede kleur. Ja, ik heb ook wel heel veel garen hoor. Dat kijk, heb wat wel. Je nu doet, dat moet je eigenlijk even toelichten. Want je gaat dit straks binnenste buiten ja. keren. En ik kan hier thuis gerust, terwijl ik al 64 ben en al 150 kussenslopen in mijn leven genaaid heb, kan ik dit gerust nog helemaal verkeerd doen. Ja, nou hebben we dus, dit is de omslag. Ik probeer hem precies op dat streepje te krijgen. Ja, maar dat gaat niet, hè? Nee, het gaat niet helemaal lekker. Ik snap ook niet waarom niet. Nou, ik doe het er precies tussenin, dan kan het alle kanten nog op. Zie, dat ligt nou, zo wel recht. Nou, is helemaal niet meer een man met die vies last van gel heeft. In zijn haar die zegt... Hé, hey, dit streepje loopt een beetje scheef. Ja. Ik denk ook niet dat die man op die beer wel is. Dan moet ik de kussen elke keer op mijn kop leggen. Ja, dan is het... Oma, dit streepje loopt niet helemaal recht. Ja. Oma, ik dacht dat jij zo goed kon naaien. Ja, nou, kijk daar. Ja, nou ja, goed. Zo. Dus, dit is de bovenkant. Daar zit de beer op. Hè? Dit onderste stuk. Hier zit de beer op. Dan sla je hem dubbel en dan sla je vervolgens de flap terug. Die zit nu bovenop. Ik zou even spelden en dan keren en dan kun je het laten zien. Nee, ik stik het gewoon meteen. Oké. Okay. Nou, nu dit... En niet zo hard praten, want ik heb sinds 2 maanden tinnitus en dat doet pijn aan mijn oren. Ken je dat? Ja, zo'n piep in je oren. Nee, het is geen piep. Een ruis? Eerst dacht ik dat de verwarmingsbuizen de hele tijd maar stonden te geluid te maken. Toen bleek dat ik op de camping de verwarmingsbuizen ook hoorde. Dat is al een paar jaar zo. En nu kreeg ik ineens ergens eind september of zo een soort, hoor ik een, als het helemaal stil is en ik woon op een dorp, 's nachts is het dan ook helemaal stil, dan hoor ik een soort daverende stilte. Echt, nou ja, een daverende stilte. Heel naar. Ik denk dat ik daar ook een soort last van heb, want ik kan namelijk niet slapen als ik de radio niet aan heb. Ja, dus ik moet beslist de radio aan hebben, want als het stil is om me heen, dan, ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. Dan kan ik niet slapen van de herrie in mijn hoofd, terwijl er niks aan geluiden is. Ja, dus ik moet nu een muziekprogramma zoeken, wat gewoon de hele nacht doorgaat zonder aan- en afkondigingen. Ja, ik heb een wekkerradio en dan heb ik Sky op. Sky Radio, die hebben geen... Praten die niet? Nou ja, op het nieuws, maar die doet ook maar een uur en daarna gaat die automatisch uit. Een wekkerradio. Dus dat is... Nou, ik wil iets wat gewoon aan blijft. En vroeger, toen ik mijn eerste internetradio had gekocht, was er een station en dat heette Venice Classical Radio. Af en toe zeggen ze dat dan. Venice Classical Radio. En dat gaat de hele nacht door met een soort soft klassiek. Oh ja. Dus dat moet ik nu even opzoeken of dat nog bestaat. En dan moet ik bedenken hoe ik dat... Moet ik dan de internetradio in de slaapkamer zetten? Of moet dat op mijn telefoon? Of... Nou, als ik heb dus een wekkerradio. Maar als ik uit logeren ben, dan neem ik mijn telefoon altijd mee. Die hang ik dan aan de lader. En dan heb ik het Sky op de telefoon. Nou, voor de muggensifters onder ons. Leef je lekker uit om al die ruitjes precies op elkaar te krijgen. Ik krijg het even niet van elkaar. Ik zeg dat het komt omdat ik gehandicapt ben. Maar het kan ook wezen dat het lapje gewoon al zo oud is dat het... Ja, daar valt er weer een. Ik ging gisteren stofzuigen en... Ineens zoog ik iets heel hards op.
Ik dacht, oh nee. Dus toen heb ik de stofzak uit elkaar gehaald. Wat was het? En ik weet het niet, maar toen knipte ik de stofzak open. En daar kwam een stuiver uit. Waarschijnlijk had die dat lawaai gemaakt, maar je wilt ook niet weten. Wat er nog meer hoeveel spelden. En een flinke naald haalde ik eruit. Ja. Maar daarna begon de ellende pas goed. Want toen brak de stofzuigermond. Die viel uit elkaar. En ik kan niet, maar kijk, je hebt dan dat platte ding waar die borstels aan zitten zo. Ja. En dan moet dat hier in die stang en dan zit er hier een soort beweegbaar wipding. En dat verzeker je met een soort lange pen met een bubbeltje eraan. Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat bubbeltje eraan, dat ik dat al eerder kwijtgeraakt ben. Want dat kwam niet uit die stofzak. En maar nu valt de hele tijd die hele stofzuigermond uit elkaar. Omdat hij niet meer zo'n verzekerde bubbeltje. Ja, dus daar heb ik nu gaffertape op geplakt. Maar ja, nu moet ik dus, want ik heb van de zomer bij de handyman in Sneek heb ik al een nieuwe bovenstuk gekocht. Wat in de steel moet. Weet je wel, dat half ronde ding. Ja, dat was al helemaal kapot. Maar dat is ook heel duur. Ja, 23 euro. Ja. En het is gewoon zo'n soort pijpje. Ik heb ook eens een deel van de stofzuiger gekocht. Dat was ook stuk. En ik geloof dat het 25 euro kostte. En toen kwam ik thuis en denk ik, lijkt wel gek. Heb ik hem weer teruggebracht en heb ik die andere gewoon nageductaped. Oh ja, maar dus ik kan hem nu niet meer uit elkaar halen, dat doet het nog prima. Die stofzuigermond, dat kun je niet duct tapen, want dan kun je de boel niet meer uit elkaar halen. Nee, ik heb ook een lokmachine en het handigste is natuurlijk als je een lokmachine hebt, doe het gewoon op de lokmachine. Dus meteen eigenlijk moet je een Engelse naad doen, hè? Ah, gelicht. Nou, dit is hem. Tadaa! Ja, en de hoes. En de instopstroom zit nu dus hier aan de binnenkant. Ja. Nou, is dit even heel slordig, want nou ja, zo zijn we, zoals je ziet. Nee, zo zijn we helemaal niet. Oh nee, maar zo... Oké, nu is dit een beetje slordig, want het moet even snel. En als ik zeg even, dan Dien altijd een beetje allergisch. Dus, jij zit een beetje in de rand. Ja, kijk, hier zit dus zo'n ondersloop. Zit hier om. Dat haal ik er even af, want... Oh, nu zit ik in de rand. Misschien moeten we dit gewoon helemaal overdoen. Het wil niet, kijkers, vandaag. Het wil Kom maar niet. Wat naar voren. Zo, nou, dan stop je dit hierin. Je moet dus echt die naad even mooi uitstrijken. Nou, dat valt ook nog wel mee met het randje. Ja. Zie? Oh ja, nee, daar ben ik. Oma! Ik snap er niks van. Het zit niet goed. Ruitjes zijn ruitjes, toch? Ja, dacht ik. Oh, mijn verbandje gaat eraf. Oh. Dat moet eigenlijk niet. Nou. Hop, flop, flop. Dan stop je dit stuk van het kussen in de instopstrook. Die vouw je hier omheen. Het doet mij denken aan een jeugdherberg. Dit ruitje. Tadaa! Nou, die moet ik nog even afmaken. Is nog van vorige week de beer. En zo maak je dus in no time een sloop. Kussensloop. Ja. En het hoeft natuurlijk niet met een beer, mag ook gewoon een effen stofje zijn. Maar de opdracht voor deze week is, maak zo'n sloop en maak het zo mooi als je kan. Nou, nu gooi ik dit van de tafel. Want, wat hebben wij hier? Wij hebben hier Dini. Ik dacht al dat ik niet meer meedeed. En Dini heeft ook een... Laat even dit ding zien, want daar ging het om. Ja, daar ging het om. Dini heeft een tante Hanny gehad. Kijk eens hoe mooi en wat je nu nog niet eens... Moet je er niet mee? Yes! Schei uit!
Wat je niet helemaal goed kunt zien, maar wat wel zo is, is dat dit zijn driedimensionale rozen van een soort voerenzij. Heel mooi. Ik denk dat het een werkstuk is van de quiltvereniging. Patchwork of quilt. Ja, want dat kun je dus echt helemaal niet zien. Maar hier om die blaadjes heen, die ze met de hand helemaal heeft vastgezet, zitten ook nog een klein... Nee, dat is niet geborduurd. Ze heeft waarschijnlijk kleine getekend takjes erop getekend. Ja. Nou ja, het is een prachtig ding. En het ligt maar op zolder. Dus te verstoffen. Te verstoffen. Ja. Want niemand wil het hebben. Dus ik dacht, ik ga nu een achterkantje leggen. Omnaaien en dan ga ik dit gewoon gebruiken. Oh. Terwijl je denkt, ik gebruik het niet, want dan wordt het niet mooier van. Dat is zo, maar ik ga het toch gebruiken, want ja, over 20 jaar kan ik wel dood zijn. En dan ligt het nog steeds op zolder. Maar wat er nu dus moet gebeuren, is dat hier moet gewoon passend hierbij... Een soort sloop, maar dan zonder instapstrook. Ja, een kussenhoes moet dit worden. En aangezien ik niets nieuws meer koop, niet omdat ik gauw dood ga, maar omdat de zolder werkelijk helemaal barstens vol met lappen ligt, ga ik van dit lapje ikat, wat ik zelf nog meegenomen heb, denk ik, uit India. Dat zou best eens kunnen. Het ruikt nog steeds naar India. Nou ja, maar het ruikt altijd naar een soort kamfer. Kijk, het is nu een lap. En met behulp van dit is het straks een kussenhoes geworden. Ja. Oh ja. Toch? Okay. Zo. En dan stap je maar in en dan stik je het laatste stukje nog in. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is simpel zat. Ja. Dat is altijd een beetje een gedoetje, want dat wil je op de naaimachine doen. Maar. Maar ja, ik heb een beige garen. Dat moet dan eigenlijk met de hand. Nee. Jawel, want je kunt dat nooit goed op de naaimachine. Mooi recht krijgen. Nou, want dan heb je hier dan kan jij de voet van de naaimachine en dan heb je hier een dikke kussen en dan wil het kussen steeds weg. Dat laatste stukje moet je wel met de hand doen. Het zijn vier kanten en dan moet je één kant sluiten met de hand. Het laatste en die andere stukje. Drie doe je op de naaimachine. Nee, zou ik wel doen. Ja, nee, dat doe ik met de hand. Zou ik de onderkant gewoon een stukje doen? Dat heb ik al zo vaak. Tante Hanni was ook heel erg zuinig, want die heeft namelijk de zelfkant meegenomen. Ja. Want die zag je toch niet? Ja. Nou, ik geloof niet dat ze heel erg zuinig was, nou, maar wel economisch denkend. Is toch echt wel. Als ze heel erg zuinig was, dan had ik niet 25 quiltboeken geërfd. Denk ik. Maar ze was dus echt helemaal gek van quilten. Ja, nou kijk, je hebt quilten en dit is inderdaad een quilt. Want dit is helemaal met de hand hier erop genaaid, maar ze heeft en door, ding, en dan is het alleen patchwork. Dus dan is het geen quilt. Nee, ze zijn gewoon lapjes aan elkaar, maar dit is ook helemaal doorgepit met een tussenlaag erin. Nou, en omdat we genoeg stof hebben, doe ik met een flinke naad overal. Dus ik knip nu een beetje zo. Uit de losse pols. Van het vaderland weg. Hapseflaps. Hier zit ook wel een fijne lijntje in, wat je een beetje kan volgen. Precies tussen die tweeën. En hopla. Nou, en dan op de naaimachine leg je dit met de goede kant op elkaar. Vouw ik hem hier zo. En omdat hier zo'n mooi randje zit aan de voorkant, vouw ik dit en dan stik ik hem vanaf de voorkant precies door het randje. Ik heb eens een keer een hoes gemaakt voor over onze bank. En van allemaal banenstof. En die banen die heb ik allemaal geverfd in zwart en grijs tinten.
En die ging dan helemaal oprollen. En weet ik veel hoe ik dat precies gedaan heb. En dan afbinden, weet je wel? Ja. Dat je stukjes af ging binden. En dan in het verf. Dus dan kreeg je stukjes wit. Wit ertussen en zo. Was een heel mooi kunstige deken. Was een maar. Nee, niet maar. Komt er een maar? Nee, maar nee, want de maar is eigenlijk dat je op een bank nooit iets moet doen wat niet door en door industrieel geverfd of verzekerd is, dat die kleuren blijven zitten. Omdat je de hele tijd op die bank en dan krijg je vlekken in je kleren. Nee, maar dat is niet gebeurd. Ik weet niet hoe. Waarschijnlijk heb ik het goed gedaan in die tijd nog. Maar niet even. Wat je wel heel vaak ziet, ik heb nou die paarse stoelen, maar ik heb ook witte stoelen, maar spijkerbroeken. Ja, die geven ook verschrikkelijk spijkerbroeken af. Op je witte stoel. En op een gegeven moment worden ze gewoon helemaal blauw, die stoelen. Maar dat zie jij natuurlijk omdat die leerlingen ja. op die stoelen zitten. Ja. Verschrikkelijk. Er zijn ergere dingen. Ja? Er zijn veel ergere dingen. Oh, wacht. Ik doe dit verkeerd. Want ik zou vanaf de goede kant naaien. Want anders hoef ik niet precies in die rand te naaien. Zie je, waar zitten onze hersenen vandaag? Ik weet het ook niet. Het is wel heel verschrikkelijk. Toch? Hoef je het toch niet weer af te halen? Ja, natuurlijk. Want anders dan naai ik het toch nog binnenste buiten. Oh ja. En we zouden het netje heel leuk in die rand naaien. Dus aan de goede kant hier in die rand. Ja, dat is ook zo. En dat zie je niet aan zo'n roering. Nee, precies. Nou. Ja, dit wordt heel mooi, maar ik zag het eerst niet zo, maar ik zie nu dat die kleur daar ook precies in zit. Ja, van dat ik heb heel lang gezocht, en maar blauw is ontzettend moeilijk. Ja, maar dit want is ook veel leuker. Blauw, donkerblauw, paarsblauw, ja. Allemaal de verkeerde kleurblauw. Nou, ik ga niet naar de markt om een lapje te kopen. Ja, ik wel. Ik vind dat een hele aardige man. En ik ben blij dat die man nog op de markt komt. Want tegenwoordig verdwijnt alles maar. Dus als ik dan... Ik ga niet elke zaterdag naar de markt. Maar als ik een keer naar de markt ga en die man die staat er... Dan kijk ik altijd even bij hem. Ja, niet zeggen dat ik ook altijd wat koop. We hebben beide genoeg lappen voor een heel tweede leven. Ja, dat is waar. Ja. En waar gaan al die lappen naartoe als we doodgaan? Ja. Lara had een enorme plant in de kamer staan. En die heb ik ook jaren op gepast toen ze in het buitenland zat. Die plant heeft ook een naam. Even zijn naam kwijt. Heet die nou Jozef of zo? Nou, in ieder geval. Heeft ze dus de baby. En die moet daar staan. Maar die plant die hangt gewoon zo, weet je wel, over die wieging en zo. En dan wil ze die plant kwijt. En toen zei ik, bel een congrescentrum, een bejaardenoord, een grote kantoorgebouw of zo. Ergens waar ze zo'n grote plant, waar dat lekker opvult. Tegenwoordig zijn planten wel weer in. Ja, maar zo'n grote plant in je huis heb ik ook gehad. Toen had ik een hele grote vinger planten. Ik heb ook allemaal weer planten gekregen. Maar wel hele nare planten. Ja, echt hele nare planten. Oh, over plant gesproken. Ik had hierboven, ja dat zie je dan. Ik wil helemaal niet over je planten. Ik had hier twee plantjes staan. Maar dat ging niet zo goed met die plantjes. Dus met al jouw planten gaat het niet goed. Dus ik dacht, ik moet er even wat aan doen. Dus ik heb ze zeg maar een soort opgeschoond. Maar die ene die was zo aan toe. Ik denk, die gooi ik weg. En toen ging ik al die dingen zo uit die pot plukken, want ja, ik gooi het dan niet op een kop, maar ik had zo al die plantjes eruit plakken. En wat zag ik? Ik zal het even laten zien. Een babytje. Kan je het wel zien? Kijk, hier zit een klein sprietje en daar ook. Nou, dus ik heb hem weer. Wat komt er dan nu uit voor akelig? Nou, ik weet niet hoe dit heet, maar dan komt van die witte kelk
bloemen in. Maar er zitten alweer bruine punten aan. Nee, die heb ik net allemaal afgeknipt. Nee, ja. Oh, dan moet ik die nog even bijknippen. Maar dit was het van over. En die andere, nou die was dus bijna helemaal weg, maar daar komt die zo. Dus dit wordt het. Dan komen er van die witte bloemen in, weet je wel? Armoede, als het heel slecht met ze gaat, komen er van die witte bloemen in. Ik heb voor ook een paar van die planten. Ik snap gewoon niet wat jij doet met je kamerplanten. Ja, ik ben er ook niet goed mee hoor. Ik had nu weer een dorblad in de Sansevieria. Nou, dat is toch een hele prestatie. Ja, een Sansevieria. Om een ziek blad in een Sansevieria te krijgen. Ik vond een, hoe heet die? Een amaryllis vond ik. Had ik zo'n bol in een schuur gelegd, in een krant, weet je wel. Die moet je dan bewaren tot aan de kerst. En ik kom in de schuur en dan zie ik dat die amaryllis gewoon aan het blaadjes heeft. Dus die heb ik ook in een pot gezet, maar er komen geen bloemen in. Nee, maar dat duurt een hele tijd, lieverd. Oh. Dan moet je maanden op wachten. Hij denkt nu dat het voorjaar is. Dus hij maakt eerst meer blad. En dan maakt hij pas een bloem. Nou, ik hoop dat ik met kerst een bloem heb. Oké, dan wacht ik nog even. Nou ja, bovendien, je laat al die akelige halfdooie planten staan. Dus waarom zal je niet op die amaryllis wachten? Dat snap ik dan niet. Maar dan hangt ook een plant van de kast af. En die heb ik tweedehands gekregen. Die wou iemand wel graag kwijt. Ja, niet voor niks. Oh ja, deze. Dat is die albino. Die blaadjes worden niet gewoon echt groen. Maar die plant heb ik toch al wel meer dan 10 jaar. Daar hangt een kaboutertje in. Ja, nou, ik ben een keer Hortus in Leiden geweest. De Hortus Botanicus. En daar hadden ze sleutelhangers. Dat kon je dan kopen om de Hortus te sponsoren, zeg maar. En daar zat een plantje in. Zo'n tabletje zat erin. En daar zat dan een plantje in. En dat plantje dat was zo'n met van die kraaltjes, van die groene kraaltjes. En woehoe! Nou, je kan daar natuurlijk nu even het kussen erin doen om te laten zien. Ja, dit kussen is een beetje klein, maar dat kan. En dat moest je dan in een schoteltje water zetten. En dan zoog dat tabletje dat water op. En dan één keer in de week. En voor de rest kon je hem als sleutelhanger gebruiken. Maar dat deed ik niet. Ik had hem gewoon nergens staan. En op een gegeven moment ging dat plantje wat erin zat, dat was echt maar zo'n klein buisje, dat ging groeien. Dus er waren eerst 3 zo van die kleine bolletjes en toen kwam er zo'n sprietje uit en dat ding ging groeien. Dus op een gegeven moment, het was meneer de muisje, zat het plantje helemaal zo in dat buisje. Zo van, ja, ik zuig wel elke keer water op, maar ik kan hier verder. Dus toen heb ik dat stuk gemaakt en heb ik hem in de grond gezet, in een potje. En die stond op het hoekje van mijn... Van mijn venster, van mijn, ja, hoe heet dat? Dus, wat boven de kachel zit, hoe heet dat ook weer? Schoorstenmantel. Schoorstenmantel, daar stond geen kachel meer in, maar er was nog een ouderwetse schoorstenmantel. En daar had ik hem staan. En helemaal, het heet Pearl of Strings. Nee, String of Pearls heet dat. Nou, helemaal zo. Nou, heel mooi. En toen ging ik verhuizen, nam ik hem mee hierheen. Dood. Klaar dood. Ja, binnen 3 maanden was hij weg. Zo zonde. En ik wil zo graag weer zo'n plantje. Vond ik zo leuk. String of pearls. Nou, kijk hoe mooi. Nou, zo. Nu komt het dus ook veel mooier tot zijn recht, dat hele, vind ik. Niet slecht, hè? Nee. Oké. Dit was hem weer. Nou, zo maak je een kussensloop. Dit wordt hem wel. Doe dus je als best. Ik het af heb, dan stuur ik je een foto. We hebben last van najaarsmoeheid. Ja, zou ik denk dat het wel. Zijn? En Naya's domheid. Ik zie het niet meer zitten. Oh ja, moeten we het nog over de quilt? Quilt en quip. Nee, de haak en breidagen. Haak en breidagen moeten we nog even over 14 hebben. 15 oktober in de IJsselhallen in Zwolle. Ja, want ik kan helemaal niet mee.
Maar dat heette blijkbaar vroeger de Nederlandse breidagen. De Nederlandse breidagen. En dat noemen we nou de hakenbreidagen. Het haken is zo immens populair om de een of andere reden. Oh ja. Dus er wordt in onze club de komende maanden ook veel gehaakt. Ik dacht, je zou gaan zeggen gebreid. Ook. En soms mag je kiezen of je iets haakt of breidt. Dat mag je zelf weten. Nou, maar dat was het dan. Deze week maken we een sloop. Maak een sloop, maak een foto, zet hem online. Volgens ons super simpele slooppatroon. En je hoeft helemaal niet met zo'n domme beer. Je hoeft niet met een beer. Die beer was van vorige week. Domme beer. Oké. Gefeliciteerd, winnaar van de beer. Dat was het.